regen komt zonhoven. Het is hondenweer voor de tijd van het jaar, maar één man voelt er niks van. Niels Albert gaat er onmiddellijk vandoor en hij neemt in één ronde al direct een kleine halve minuut voorsprong. Dan weet de rest meteen hoe de waardeverhoudingen zijn. De ruime groep met achtervolgers wordt aangevoerd door Klaas van Tornhout, voor Thijs Al en Erwin Vervecke. Op Sven Nys hoeven we niet te wachten, hij is er niet bij in Zonhoven. En Bart Welles, die heeft zijn start helemaal gemist en moet terugkeren vanuit 15e positie. Niels Albert doet intussen wat hij wil. Heel de wedstrijd rijdt hij alleen voorop. Prins Albert wordt stilaan koning Albert. Erik de Vlaming heeft er zijn plezier in. Klaas van Tornhout rijdt en loopt al even eenzaam op plaats 2. Maar zijn tweede plaats is niet zo veilig. Het Fidea-duo Steenek-Stibar en Bart Welles is op komst. Bart Welles is bezig aan een geweldige remonte. Maar het is niet het dagje van Bart Welles. Even later rijdt hij lek achteraan en mag hij het podium vergeten. Hij wordt vijfde. Over de winnaar bestaat geen twijfel. Niels Albert wint in Zonhoven met sprekend gemak voor Klaas van Tornhout en Steenek-Stibar. Van in het begin heb ik vol doorgereden eigenlijk en ik heb 3 ronden echt vol gereden voor de voorsprong te nemen. En dan heb ik gewoon mijn rondetijden afgesteld op Klaas van Tornhout, dus ja, was voldoende. Ik voelde me heel de week niet goed. Ik heb heel de week een beetje ziek geweest en zat dik met twijfels. Ik maakte er eigenlijk gewoon een training van hier, maar ik was toch beter dan verwacht. Niels is gewoon de beste.